Het was donderdag over de koppen lopen op de boekenbeurs in Antwerp Expo. Christel Verbeke was een van de vele bekende Vlamingen die er kwam signeren. Wij hadden een gesprek met haar. Christel, corrigeer me als ik mis ben, jouw eerste boekenbeurs solo? Mijn eerste solo boekenbeurs. Ja, we hebben dat met K3 uiteraard 3-4 keer gedaan. En dan was dat echt hysterie. Moesten we gaan lopen soms. Ik vind het heerlijk om nu een beetje ook een babbel te kunnen doen met mensen. Net iets meer tijd hebben. Ja. Hoe loopt het met de boeken, alles kids? Ja, ik heb al veel reacties gekregen. Dat was wel heel spannend. Ik hoor van juffen in de klas dat ze er echt mee aan de slag gaan. En er zijn ook heel veel ouders die zoiets hebben van actie daar zitten om voor te lezen. En ja, spannend. Ja. Dus eigenlijk is jouw opdracht een beetje geslaagd? Voorlopig kan ik toch wel zeggen dat ik goede reacties krijg en dat mensen ermee aan de slag gaan. Dus dat was ook het doel, hè, dat mensen met hun kinderen een goede babbel kunnen hebben. Dus voilà, yes. Zeg, sinds de release van het boek, hebben jullie dan nog op de befaamde mat gezeten met de kinderen? Hebben we nog op de mat gezeten? Nee, want het is vakantie. Hè? En dan gaat alles veel rustiger. We zijn aan zee geweest, een beetje de storm gaan trotseren aan zee, want het was wel heftig. Maar nee, we hebben niet meer op de mat gezeten. Dat wil zeggen dat alles goed verloopt. Zeg, wat voor mensen komen er hier nu signeren? Of naar jou toe op de signeersessie? Wie zijn die mensen? Zijn dat nu fans van K3? Er zijn heel veel fans van K3 van het eerste uur. Heerlijk. Er zijn ook een aantal jonge vrouwen die zeggen, amai, ik ben opgegroeid met K3 en nu koop ik een boek voor mijn kind of voor de klas, die dan juf zijn. Het is heel uiteenlopend. Ja, jong en oud.